Op het rustige goudsmitspleintje staat de Goudsmitskamer, een woonhuis en werkplaats van de meester van het edelsmedengilde. In de gevel zit een gevelsteen, de goudsmitsbeker. Even verder zien we aan het Begijnhof de Waalse kerk uit 1348. Tegenover de achterkant van de kerk staan wat lage huisjes. Mijn eerste gedachte was, daar wonen de Begijntjes. Eén van die Begijntjes was vriendelijk naar mij aan het zwaaien. Vrolijk zwaaide ik terug. Maar de twijfel sloeg toe toen ik zag dat het Begijntje toch wel schaars gekleed was en haar kamer een warm rood licht uitstraalde. Even verderop wist ik het zeker dat ik mij vergist had. De ingang van het Begijntjeshuis was omlijst met rode neonbuizen en alleen 18-plussers hadden toegang. Hier verdienen dus de Haarlemse Begijntjes van lichte zeden hun dagelijks brood. Er gaat een verhaal dat veel nonnen na de reformatie voor de prostitutie kozen, omdat dat voor hen de enige manier was om in leven te blijven. Waarschijnlijker is echter dat de Begijnen elders hun heil zochten, waarna anderen van het Begijnhof een prostitutiegebied maakten.